Wat een prachtige liederen. En dat passen die enorm goed ook bij de boodschap van deze avond. Het zaad te zijn van Gods Rijk. En een lied van dank voor de mensen om ons heen. Dat is waar we vanavond over nadenken. Hoe ons huwelijk, hoe jullie huwelijk, ja, een genadekanon kan zijn. Zo sloten we af vanmorgen. Anders gezegd, hoe je een genadeteam kan zijn in deze wereld. Ik wil eerst een gedeelte met jullie lezen uit Handelingen 18, vers 1 tot en met 5. En daarna nog een twee versen uit Romeinen 16. Dus eerst Handelingen 18. En de reden dat we deze verse lezen, dat is omdat we hier een genadeteam tegenkomen. Aquila en Priscilla, of Prisca kan je ook wel zeggen. En we komen hen een aantal keer tegen in de Bijbel. Handelingen 18, vers 1. Hierna, dat is na de Areopagus, waarschijnlijk wel een bekend gedeelte waar Paulus die preek had gehouden voor zijn Griekse hoorders, vooral filosofen. Een preek die niet zo heel succesvol was, zou je kunnen zeggen. Of tenminste, die niet echt de uitwerking had die hij had gewenst. Misschien wat ontmoedigd, kan ik me zo voorstellen. Gaat Paulus uit Athene, was ook de hoofdstad van de filosofen, ging hij daar weg en hij kwam in Korinthe. Dat was een heel eind lopen. En hij trof er een Jood aan, van wie de naam Aquila was. En die was afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was. En Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius, dat was de keizer van Rome, bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan. Dus ze woonden in Rome. En ze waren dus verhuisd naar Korinthe. En Paulus die ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen. En werkte daar, want zij waren tentenmakers of leerlooiers, leerbewerkers van beroep. Vers 4, en hij sprak iedere sabbat in de synagoge. Dus na zijn werkdag ging hij ook op zaterdag of sabbat ging hij naar die synagoge toe. En hij probeerde daar Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus, die had hij daar achtergelaten, dat lees je ook in Handelingen 17, vers 14. Die had hij achtergelaten, was naar Athene gegaan en toen dus in Korinthe terechtgekomen. En toen Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, weer bij hem in Korinthe, toen werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen ze zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. Vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. Even tot zover. Misschien dat we ook nog even vers 18 lezen, van hetzelfde hoofdstuk. Toen Paulus, ja, hij maakt daar van alles mee in Korinthe, maar toen Paulus nog vele dagen gebleven was, toen nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per schip, vanuit Korinthe dus, in gezelschap van, daar heb je ze, Priscilla en Aquila, naar Syrië. En dat hij zijn hoofd in Kengreen kaal geschoren had, hij had namelijk een gelofte gedaan, en hij kwam in Efeze aan en hij liet hen daarachter, Aquila en Priscilla, liet hen daarachter, maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden. En toen zij hem vroegen lange tijd bij hen te blijven, stemde hij er niet in toe, maar hij nam afscheid van hen en zei: ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren, maar ik zal bij u terugkeren als God het wil. En hij voer weg uit Efeze. En hij liet daar dus Aquila en Priscilla achter. Romeinen 16, vers 3 en 4. Paulus heeft hier, dat is echt het slot van de Romeinenbrief. En hij doet hier de groeten aan heel veel mensen. En hij prijst ook mensen. Dus even tussen haakjes, een mooi principe. Ik ben opgevoed van, je moet niet te veel complimenten geven, want dan ga je naast je schoenen lopen. Niet te veel bemoedigen, want dat kan ook ervoor zorgen dat je een beetje, ja, inderdaad naast je schoenen gaat lopen. Maar als je kijkt naar Paulus, die noemt echt namen. Hij benoemt hun daden.
En hij prijst ze daarvoor. Ja. En dat doet hij ook nog voor de hele gemeente. Dus als wij weer net even de mensen hier die ons echt gediend hebben, echt even bemoedigen en zeggen, dank je wel, je hebt me echt gediend en ik ben er echt door gezegend. Dat mag. Ja, dat is zelfs iets heel moois, iets heel bijbels. Zo doet hij dat hier dus ook. Dus, en dan, hij doet de groeten in vers 3 aan groet Priscilla en Aquila. Dat zijn mijn medearbeiders in Christus Jezus. Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook de gemeenten van de heidenen. En groet ook de gemeente bij hen aan huis. Ze hadden dus een gemeente thuis. Tot zover. We hebben het gehad over... Nou, misschien even zo. We hebben natuurlijk echt een lijn met elkaar uitgedacht van deze conferentie. En wij hadden het er vanmiddag nog even over, Paul en ik, van je zou het kunnen weergeven met een aantal woorden. Elke lezing één woord. Wauw. Au. Hou. Hoe? Hoe doe je dat? Hou. En we gaan nu naar de wauw weer. Dus we begonnen met wauw. En we willen ook het slotakkoord laten eindigen in een wauw. En dat is ook een heel praktisch slotakkoord. Want we weten allemaal dat het leven groter is dan ons eigen leven. En ook dat er meer is, dat het leven ook groter is dan ons huwelijk aan zich. Hè? Dat het huwelijk aan zich geen doel in zichzelf is. Dan zou het ook afgodisch worden. Het huwelijk op zich. Van, hè, het is meer dan genieten en het goed hebben, een ultieme eenheid ervaren. Er is ook nog een groter verhaal waarin dat huwelijk een enorme plek heeft. En ik moest ook denken aan, dat kan je ook koppelen, even als voorbeeld, om daarmee te beginnen, met kerk zijn. Kijk, als je kerk bent met elkaar, dan, misschien heb je die ervaring wel, dan kan je heel snel, je bent met elkaar op weg, net als in een huwelijk, met mensen, met een groep, er is een bepaalde sociale dynamiek en je kan heel snel, zeker omdat de kerk, het gaat nogal ergens over, hè, mensen, het gaat over onze diepste redenen van bestaan en over God en hoe wij zich tot hem verhouden. Dus het is ook een heel spannend terrein waar we met elkaar voortdurend in bezig zijn. En daar is ook heel snel gehakketak in de kerk. En heel snel discussies en je kan zomaar uit elkaar groeien. En een van de remedies tegen het uit elkaar groeien en tegen het hakketakken en het ruzie maken en elkaar bevechten en er niet uitkomen enzovoorts, dat is dat je weer even je herinnert waarom je eigenlijk kerk bent. Wat je missie is in deze wereld. Namelijk, wat is onze missie als kerk? Dat is dat we tuurlijk één moeten zijn en moeten blijven en onderwijs moeten ontvangen en die dingen, maar ook dat we toegerust worden om in het grotere verhaal van God zijn werktuig te zijn, wat net ook gezegd werd. Zijn handen en voeten te zijn. We hebben een missie in deze wereld. Er is zo'n ontzettende nood in deze wereld. Deze wereld is zo van God los en kent zo weinig, beter gezegd, kent niks, misschien wel van dat genadeprincipe, van die onvoorwaardelijke diepe liefde en genade, die bron waar wij het over gehad hebben met elkaar. Dat is niet bekend. Ze staan als het ware allemaal nog in overleefstand. Misschien een beetje zwart-wit gezegd. Er zijn natuurlijk mensen, ook van wereldse mensen, kan je ontzettend veel leren in die zin. Maar je voelt wel aan wat ik bedoel. Als je de bron mist, dan leef je buiten het paradijs en daar is het droog en door en moet je jezelf zien te redden. Dat. Ik ben, toen wij in Limburg zijn gekomen, ook best wel snel in aanraking gekomen met het Leger des Heils. We hebben ook in samenwerking met het Leger des Heils een ontmoetingswinkel opgestart in Geleen.
En een van de dingen die ik echt van het leger des hels leer, is, dat werd pas ook echt letterlijk gezegd, dit is een van ons, dit is een missie van ons, of dit is een soort, nou ja, ik weet niet precies hoe ik het moet noemen, maar echt een statement waar we voor staan is, ga en doe wat. Ja, en dat doen ze ook, het leger des hels. Ze zijn echt in de samenleving met een missie. Ze zijn het misschien een beetje kwijtgeraakt, erkennen ze ook. We zijn het eigenlijk kwijtgeraakt, het is veel te maatschappelijk geworden. We zijn het hart kwijtgeraakt en ze zoeken nu een nieuwe manieren om dat weer terug te krijgen. Nou, zo'n buurthuis is een initiatief. En ik ben ook in bewust, en ik moet soms echt even, maar ik heb mezelf gecommit om daar twee middagen in de maand te zijn, in dat buurthuis. En waarom? Ik kom daar in aanraking met de nood van de straat, van de mensen. En dat helpt mij enorm, want we kunnen zo in een bubbel zitten met elkaar. Hè, dit is fijn, we hebben het goed, we ervaren heel veel van God. En dat is echt heerlijk en dat moet je koesteren. Maar het is wel een bubbel, want eromheen is zoveel nood. En als je dan de mensen van de straat, die vrouw die dan binnenkomt, haar man is verslaafd en ze is om 3:00 smiddags uit het bed gekomen. Ze komt nog snel even bij ons een bakje koffie halen. Haar man zit aan de heroïne. En gisteravond was het weer chaos en de hele nacht was het chaos. Ze zat weer in zijn psychose ook daardoor enzovoort enzovoort. En die komt aan, die heeft nog niet gegeten en we kunnen haar een broodje geven. Maar ik hoor haar verhaal en dat, er is zoveel nood. En ook in je huwelijk is vanavond de oproep, ga en doe wat. Omdat dat ook, dat is de bedoeling van ons leven. Hè, ik zei al van, we zijn buiten het paradijs, we hebben daar veiligheid verloren. Omdat we buiten het paradijs leven, acceptatie. Maar we hebben ook doel verloren. En God wil ook weer ons doel geven, missie geven. Wat is dan dat grotere verhaal? Want we zijn op zoek naar iets groters, iets wat meer is dan ons huwelijk. Nou, dat grotere verhaal is er. En dat grotere verhaal is dat God een missie heeft in deze wereld. Dat is het grotere verhaal. God heeft een missie. Het is Gods verlangen. En wat is dan die missie? Nou, die missie van God is dat hij ernaar verlangt dat zijn huis vol wordt. Als ik het heel eenvoudig, dat is zijn missie. Er was een keer een oud zendeling, die was in de 80 en ik las een interviewtje van haar. En toen vroegen ze van, hoe heeft u het volgehouden? En een hele respectabele dame. En ze zei, ik heb altijd in mijn hart gehad, opdat zijn huis vol worden. Dat vond ik zo mooi. Dat is de missie. He, ga uit in de heggen en de steggen en nodig ze uit tot het bruiloftsmaal. En ja, ze willen niet, Heer, want ze zijn nog te vol van zichzelf. Ze hebben geen behoefte in. Oké, ga dan in de heggen en de steg inderdaad en zoek ze en dwing ze om in te gaan. Ze moeten komen, mijn huis moet vol worden. Ik wil delen, ik wil mezelf delen met die mensen en ik wil daardoor verheerlijkt worden. Dat is Gods missie in deze wereld. Maar het is ook inderdaad het handen en voeten zijn van God. Het is, we zijn bruid van Christus, hij is gegaan en hij heeft zijn geest gegeven en nu mogen we hem vertegenwoordigen als lichaam. Zoals hij was, zo zijn wij ook in deze wereld. Dat heeft ook alles te maken met missie. Er zit ook iets in van God vertegenwoordigen in deze wereld. In recht en gerechtigheid doen, in voor de armen zorgen, in enzovoorts. Ook heel praktisch. Nu kan je het huwelijk in dit perspectief op twee manieren bekijken. Je kan het zien als een blok aan je been. Dat kan. Dat heb ik gezien zo. Want mijn hart brandde voor de missie van God. Ik las al die zendingsverhalen. Ik denk, we moeten gaan om de heidenen te bekeren. Om mijn leven te geven in de bossen van Zuid-Amerika, bij wijze van. Maar Paulus wilde niet zo. Blok aan mijn been. Nou ja, zo sprak ik dat natuurlijk niet uit. Maar zo ervoer ik dat wel, soms, ja. Ja, en Paulus voelde dat natuurlijk ook. Dat was een enorme afwijzing. Want ja, je had beter niet getrouwd kunnen zijn. Ik ben eigenlijk een blokkade of zo. Dat God kan eigenlijk niet zijn ding door je heen doen, want ik zit aan je vast. Ja, ja. Ga ik zo meteen nog iets meer over zeggen. Maar je kan het ook zien, en dat is nu hoe ik het zie. En daar wil ik je ook voor motiveren. Je kan het ook zien als een dubbele kracht. Als een extra sterk kanon van genade, je huwelijk. En daar ga ik je voor motiveren, vanuit het woord. Mag ik de dia, broeder? Want we gaan kijken naar dat voorbeeld van Aquila en Priscilla.
Priska wordt ze ook wel genoemd. Aquila is de man, Priska de vrouw. Die komen een aantal keer tegen. En we gaan kijken naar hun als voorbeeld van een genadeteam. Yes. Ik kan niet, denk ik, ergens meekijken. Ik moet zo kijken, ja. Ja, het is heel bijzonder, want in het Nieuw Testament, sowieso, maar ook wel het Oude Testament, maar voeten ver nu, maar je vindt verschillende echtparen die samenwerken. Vooral in Romeinen 16 komen ze terug. Je ziet ook Ananias en Safira, dat is niet zo'n goed voorbeeld, hè? Handelingen 5, die ook wel samenwerkten, team waren, maar wel echt een verkeerde weg bewandeld. Dat kan ook, dat je elkaar versterkt in eigenlijk de verkeerde weg. Helaas, Ananias en Safira, en ze stieren voor allebei, heel erg heftig. Maar we komen ook in Romeinen 16 een aantal genadeteams tegen waar Paulus echt hoog over opgeeft. En die de groeten doen en die prijs. Nou, Aquila en Priscilla, Andronicus en Junias kom je tegen in Romeinen 16. En ook Philogus en Julia. Prisca en Aquila, die kom je 6 keer tegen. 4 keer daarvan. Even feitjes, maar 4 keer daarvan wordt de vrouw eerst genoemd, Prisca, Priscilla. Wellicht had zij een wat meer vooraanstaande rol in de bediening van Paulus ook en in de missie van God. Dat zij misschien wat meer die outgoing was en dat daarin Aquila wat meer een achtergrondfiguur was, een dienaar was. Hoe dan ook, ze waren in ieder geval een team. Ze worden overal samen genoemd. En ik heb even een timetable gemaakt. Want dat geeft even inzicht van waar komen ze. Ik ben echt verrast. Dat is ook leuk als je bijbelstudie doet. En ik wist dit niet. Ik wist niet dat ze zo vaak terugkwamen. Maar je ziet ze. Eerst zijn ze in Rome geweest. Hebben ze daar gewoond. Samen. Toen kwam de vervolging. Hebben we gelezen. Hè? Die Claudius, die keizer, die wilde alle christenen, Joodse christenen, die hele beweging wilde die wegdoen. Dat was een bedreiging. Ze moesten vluchten en ze komen in Korinthe. Daar hebben ze een business opgezet. Ze hebben hun werk meegenomen, samen. En ze hebben daar hun werk voortgezet in Korinthe. En dan komen ze, ineens komt daar iemand aanlopen. Zo stel ik me dat dan voor. En een beetje ontmoedigd misschien. Ziet er een beetje een klein mannetje. Een beetje gebogen misschien met een zak op zijn schouder. En ontmoedigd ook wel. En die komt bij hun aanlopen. En ze stellen hun huis open. Ze zeggen, ah, kom binnen en leef met ons. En oh, we hebben ook nog hetzelfde beroep. Komt mooi uit. En ze nemen die man op, die beste man. Ja, ze zijn heel gastvrij. Het was trouwens de apostel Paulus. En het had nogal impact. Ze hadden nogal iemand in huis die nogal impact had ook op tot op vandaag. Want we hebben hem nog gelezen vanmorgen. Dan gaan ze met Paulus naar Efeze. Dus Korinthe, ze ontmoeten Paulus. Paulus zegt, we gaan naar Efeze. We gaan daar het evangelie en ze pakken een boeltje en ze gaan met Paulus mee. Ze vestigen zich daar. Paulus reist door. En ze zijn daar ook tot een enorme zegen. Want je kent dat, die geschiedenis waarschijnlijk wel. Dat ze Apollos, hè, een prediker, een heel wijs iemand. Die wel van de weg wist. En die ook wel van de doop van Johannes wist. Maar nog niet echt van Jezus wist. Maar daar wel predikte. En ze roepen die beste man apart. En ze zeggen samen, hè, even zo apart van mooi hè. Apollos, we willen graag wat met je delen. Jij hebt het over Johannes en de doop en dingen uit het oude verbond. En dat is heel erg inhoudsvol en mooi. Maar weet je wel van Jezus en van het kruis? En Apollos komt tot geloof of tot een dieper besef. En hij predikt vanaf dan Christus. En dat is tot een enorme zegen. Zie je het team van genade? Wat een voorbeeld. Dan schrijft Paulus 1 Korinthe 16, komen ze ook nog een keer terug. Dan zijn ze nog steeds in Efeze, zie je even, dat is nog 2 jaar later. Dan schrijft Paulus Romeinen, de Romeinenbrief hebben we net gelezen. En wat blijkt nou, tot mijn verbazing, ze zijn terug in Rome. Ze zijn verhuisd van Efeze naar Rome. En wat hebben ze daar, wat doen ze daar, wat zijn ze daar aan het doen? Ze hebben daar een huisgemeente. Ze zijn daar weer bezig, samen. Overal samen worden ze genoemd. Ja.
En dan schrijft Paulus 2 Timotheüs 4 vers 19. Je moet het thuis maar nalezen, daar hebben we niet echt de tijd voor. Dan zijn ze terug in Efeze. Want dan wordt Onesiphorus wordt genoemd en die woonde in Efeze. En Paulus schrijft daarover, hè, 66 AD, dus dat is alweer heel wat jaren later, een 10 jaar later zeg maar. Dan zijn ze weer terug in Efeze. Ja, een team. Ze is waarschijnlijk in Rome al tot geloof gekomen. Paulus was daar nooit geweest, maar het evangelie was er wel gekomen. Waarschijnlijk ook vanuit de handelingen 2. Ze moesten vluchten. En ze bouwen ja, in al die verschillende settings hun leven weer op. En Paulus, inderdaad, ze ontmoeten Paulus best wel ontmoedigend. Paulus had sowieso een moeilijke ervaring gehad. En hij was ook zijn twee maatjes, zijn vrienden, zijn metgezellen kwijt. Die waren achtergebleven. Silas en Timotheüs. En wat ik zo mooi vind aan hun, ze zijn misschien kleine schakeltjes, maar toch van enorme betekenis in Gods verhaal. En dat is ook wat God voor ons wil zijn. Of voor ons bedoelt. Van het zit hem niet zo per se in die grote dingen, maar als je even naar hun kijkt, kijk, wij weten natuurlijk wat een impact het allemaal heeft gehad. En de gemeente ook in Rome, die dus bij hun thuis kwam. En Paulus, hè, dat ze hem onderdak hebben geboden, dat ze hem ook hebben geholpen om wat geld te verdienen, zodat hij kon. Wat een impact heeft dat gehad, dat die man zijn bediening kon uitoefenen. Een echtpaar, zoals ons. Want de Bijbel gaat over, hè, Elia was een man van gelijke bewegingen als wij. Hè, en hij wordt gebruikt als voorbeeld voor gebed. Maar ook dit, waarom staat dit in de Bijbel überhaupt? Omdat dit mensen zijn zoals wij. Ze hadden hier kunnen zitten vanmorgen. Of vanavond. En ze hebben enorme impact gehad als team. En ze waren geraakt door het genade. Ze waren tot geloof gekomen. En hun leven was veranderd. En ze zijn een zegen. Ja, wij hebben zo ontzettend veel ontvangen. Hè, ook wat we allemaal gehoord hebben. Waar we de genade, de onvoorwaardelijke liefde. En we mogen dat zo naar elkaar toe uitleven. Dat kan zo'n ontzettende impact hebben. Ik moest wel denken van, als je hier nou zit, met een heel moeilijk huwelijk, of misschien heb je een huwelijk waar de een niet gelovig is, of dan kan dit ook wel als een soort afknappers functioneren, zo'n boodschap. Van ja, nou moet ik ineens van alles. En hoe dan, als team ook nog samen, hoe werkt dat dan? Nou, ik wil een aantal praktische handvatten geven hoe je nou kan leven als genadeteam. Hè, datgene wat je hebt ontvangen, wat je naar elkaar mag uitleven. Mag weer spiegelen naar de ander. Hoe dat nou ook invloed kan hebben op jouw omgeving. De eerste. Doe het samen. Doe het samen. Ja, dat is natuurlijk open deur, team zijn, doe het samen. Maar het is wel ontzettend belangrijk. Want als de een harder wil dan de ander, dan kan je een probleem hebben. En daar komt genade ook weer om de hoek kijken. Ja, als je gelooft dat dit jouw huwelijk in de hemel is gesloten, dan moet je ook geloven dat God iets voor jullie samen heeft. Ja, ik ben dankbaar dat wij niet 10 jaar terug naar het zendingsveld zijn gegaan. God heeft Paula voor mij gebruikt om te remmen. Ja, dat zie ik achteraf natuurlijk pas, dat vond ik toen niet. Maar ik moest nog door heel veel dingen heen. En moet nog door heel veel dingen heen. Maar ook wij moesten samen nog veel hechter worden. En veel meer een team worden. Veel meer die genade leren door laten dringen. Dat evangelische huwelijk. Het moest veel meer nog gestalte in ons krijgen. Ja, anders hadden we het niet gered. Dan waren we op hangende pootjes teruggekomen. Met zware beschadigingen. Ja. Dus wacht op elkaar. Doe het samen. Hij of zij is geen blok aan je been. Hij of zij is door God aan jou gegeven.
En het is echt heel verdrietig. En ook je mist echt iets als je iets doet wat je niet samen doet. Het is juist bedoeld, je bent een team. Een dubbele kracht. Dus ja, je moet soms vertragen. En daar heeft God een reden mee. Daar wil ik je echt mee bemoedigen. Ja. En ook als je een bediening begint of iets ingaat waar je vrouw niet achter staat bijvoorbeeld, of waar je man niet achter staat. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, want het lijkt me vreselijk ingewikkeld. Je hoeft het niet allemaal samen te doen, dingen samen te doen, maar je moet wel echt samen dat hart ervoor hebben en daar, ja, daar samen voor kunnen bidden en daar samen over kunnen sparren en kunnen spreken. Doe het samen. Dat proef je zo bij Aquila en Priscilla, hè? Dat overal samen genoemd. De tweede principe. Doe wat langskomt. Voor even Aquila en Priscilla. Hè? Vervolging in Rome. Moeite. Verdreven van huis en haard. Naar Korinthe. Griekenland. Van Italië naar Griekenland. Daar maar weer hun ding. Misschien hebben ze wel gevraagd, God, waarom? Wat is de bedoeling hiervan? Maar er is een plan. De vraag is niet of God je leidt. De vraag is hoe hij je leidt. Hij leidt je. De vraag is alleen hoe leidt hij ons. Dat zie je ook heel duidelijk bij Aquila en Priscilla. Ja, zij hadden die timetable nog niet. Ze hadden het nog niet helder toen. Maar wij zien van wow, daar zitten best bijzondere dingen in. Maar ze komen daar. En wat kunnen ze daar doen? Wat komt daar langs? De apostel Paulus. En ze kunnen hem een huis bieden. En ze kunnen hem zegenen. Heel praktisch. Door gastvrij te zijn. Door open te staan. Doe wat langskomt. Je zou kunnen zeggen, ja, dat is toevallig. Hij komt langs. En ze hebben ook nog hetzelfde beroep. Ja. Nou, als je open staat voor datgene wat God voor je heeft. Dan kan je zomaar zeggen, nou, dat past wel heel goed in elkaar. Ja, dat klopt. Want God is daar heel goed in. Om dingen in elkaar te laten passen. Ze hebben ook nog hetzelfde beroep. En ze kunnen daarin Paulus echt zegenen. Want ze kunnen samenwerken om die tenten te maken. En dat te verkopen. En zodat Paulus zijn bediening kan voortzetten. Dus wat ik daaruit leer, uit dit voorbeeld, is dat God doet al dingen. Daar wil ik je ook echt mee bemoedigen. God doet al dingen. Wij zijn zo geneigd om te kijken naar de stip op de horizon. Van daar gaan we naartoe. Dit is uiteindelijk ons ideaal. Ik heb geleerd van een hele wijze broeder. Dat is niet de manier hoe God werkt. Zeg maar een doel. En als je dat doel dan. Nee, die zei tegen mij. Jan, je moet in je oren knopen. De weg zelf is het doel. De weg is het doel. En dat haal ik ook hieruit. Uit Aquila Priscilla. Ze waren onderweg. Moet je kijken. Ja, hij is even weg. Maar moet je kijken wat een weg. Van verhuizingen en het hele leven, elk op zijn kop, op zijn kop, op zijn kop. Maar zo zijn wij allemaal onderweg. Zo is je huwelijk ook onderweg. Maar dat is het doel. Dat is Gods doel, de weg zelf, om ons daarin te vormen en ons ook daarin te gebruiken en in te zetten. Dus wat is er op dit moment wat je al kan doen? Samen. Als je kinderen hebt. Dan kan je daar je kinderen zo zegenen met die principes waar we het over hebben gehad. Met de bron en met die bron naar elkaar door laten vloeien. En ook daar je kinderen te laten vloeien. Dat ze als het ware ja, gewoon verpest worden voor de wereld. Dat wil je eigenlijk. Dat ze verpest worden voor de wereld. Dat Christus zo heerlijk is voor hun. Dat het andere, ja, dat, nee, dat is het niet. Dat wil je eigenlijk, hè. Natuurlijk een enorme opgave, maar dat heeft te maken met teams en met genadeteam zijn. Dat het zo vol is. Het is ook niet, genadeteam zijn is niet van dat uit je tenen halen en dan in een missie staan. Dat is het niet. Het is stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Als dit waar we het over hebben gehad dit weekend, als dat echt in jouw leven is, die bevestigende liefde, die genade van God en die genade van elkaar, die vriendelijkheid, die mildheid, die bemoedigende woorden, die ruimte die je elkaar geeft. Als dat ervaren en geproefd wordt, dat gaat overlopen. Het is dat beeld. Je wordt vol van de bron en het blijft maar komen.
Je kan niet anders. Het gaat gebeuren. Je gaat uitdelen. Dus de focus ligt in dit, ook dat team zijn, niet zozeer op van nou moeten we... Ja, oké, we hebben nou genade geleerd, hè, met elkaar. Oké. Ruimte en hebben geleerd, want dat, we mogen zijn. We zijn geliefd niet om wat we doen, maar om wie we zijn en om wat Christus heeft gedaan. Maar nou moet je aan de bak, mensen. Dat is het niet. Dat is wel een fout die we maken in het christenleven. Nou moet je het wel zelf doen, hè. Nee, het is, ja, werk uit je eigen zalig met vrees en beven, want het is God die in je werkt. Dat is het principe. Paulus zegt, ik span mij echt in, hoor. Ik span me ook in. Ik preek voorbereiden, inspannen, studeren. Ik span mij echt in, hoor, om de gemeente te bouwen. Maar het is overeenkomstig de kracht van God die in mij werkzaam is, zegt hij in Colossense. Dat is het. Tuurlijk inspanning, tuurlijk doordenken. Tuurlijk, straks ook de vragen die in het boekje staan, neem ze mee naar huis, die worden nu niet behandeld. Maar neem ze mee, plan een avond en ga echt die vragen even door van hoe kunnen wij team zijn met elkaar? Wat kunnen wij als missie? Wat bindt ons daar samen? Wat zijn jouw verlangens? Wat zijn mijn verlangens? Hoe kan dat misschien bij elkaar? Hoe zou God dat hebben bedoeld? Hoe dat? Neem dat mee, maar het is vanuit een overvloeien. Anders loop je er op stuk. Je loopt er echt op leeg. Gaat hem ook niet worden. Er moet eerst, het is van, de beweging van het evangelie is dit. Dit is de beweging. En als dit er niet is, dan kan je dit ook niet doen. Ja, of je loopt erop leeg. Dus het is de bron en stromen van levend water. Doe wat langskomt. En dat is ook wat genade ons leert, hè? Want dat is natuurlijk spannend, doe wat langskomt. Maar dat heeft alles te maken dat je dus controle loslaat. Want zij moest ook openstaan. De deur moet open, letterlijk, hè, voor de apostel Paulus. Dus dat is ook wat genade bewerkt in je, hè? Van de grip, wat niet grip hebben op, dat is onze cultuur, hè? Als je er maar grip op hebt, maar het is juist loslaten. Het is juist overgave. Van, ben benieuwd wat er langskomt. Paula is heel goed in dit leven, dus ik moest wel even lachen. Ik zeg, dit is jouw tekst. Doe wat langskomt. Zegt dat, ik kijk wel wat er langskomt. Dan zeg ik altijd, ja, maar je moet toch ook plannen. Je moet toch, en dat is ergens ook wel, maar het is wel een heel mooi iets. Doe wat langskomt. Wees beschikbaar. De derde, dus eerst, doe het samen. Twee, doe wat langskomt. Drie, wees flexibel. Zou ik er nog even op kunnen zetten op het scherm? Mensen, dit is echt niet niks. Hoeveel verhuizingen zit erin? Wie kan er even tellen? Je krijgt een aanmoediging voor verhuizingen. 1, 2, 3, 4, 5 of 6 verhuizingen. Daar is flexibiliteit voor nodig. Toch? Je hebben houden, loslaten. En van Rome naar Korinthe, van Korinthe naar Efeze, van Efeze naar Rome, van Rome weer terug naar Efeze. Nou, ze zaten blijkbaar niet vastgebakken, maar hun spullen zijn middelen in plaats van doelen op zich. Dat haal ik eruit. Niet zo vastgebakken. Ook dat proef je ook heel duidelijk. Die eerste was gedwongen. Maar toen ze Paulus hadden leren kennen in Korinthe, toen gingen ze met hem mee naar Efeze. En toen Paulus zei van, ja, jullie moeten hier achterblijven, toen bleven ze daar achter. Zie je, dus ze waren geraakt door genade en de missie van God had een plek in hun leven. Ze waren ook door Paulus waarschijnlijk geraakt en door dat heerlijke evangelie. En ze wilden daar echt in bijdragen. En daarvoor bleven ze in Efeze en soms weer naar Rome. Dat, flexibel zijn, dat doet genade ook. Want genade zorgt ervoor dat je geen eigenaar meer bent. Dat je geen eigenaar meer bent. Wat ben je dan? Je bent rentmeester. Je bezit niet. Dat is bevrijdend, hoor. Genade is heel radicaal. Want dit is nogal wat, hè. Je bezit niks, joh. Echt niet. Zelfs je leven behoort niet tot je bezit. Je tijd niet, je energie niet, je geld niet, je huis niet, je auto niet, je caravan niet. Dat is niet van jou. Je bent rentmeester. Ja, dat wel. Je moet er goed voor zorgen. Maar het is van God. En jij mag ervoor zorgen. En dat is ontspannend, want dat doet genade. Radicaal ja, maar bevrijdend, oh absoluut. Je kan dan je caravan uitlenen aan diegene waarvan je al weet dat het niet zo goed mee omgaat. Nee, en hij komt terug en de raampjes doen het niet meer en zo. Ja. Maar ja, wat is het? Lenen zonder verwachten terug te ontvangen. Dat is de boodschap van Jezus. Ja. Dat is ontzettend radicaal. Ja. Maar
Die mensen staan verbaasd aan wie je hem uitleent. Leen je hem aan? Mag ik die zomaar meenemen? Ja. Ja. Maakt niet uit als die stuk gaat. Ja. Nee, maar dat eerste, dat is natuurlijk niet, dat kent de wereld niet, hè? Ja, en ik heb een kras op je auto gereden, joh. Ja, sorry. Dat maakt niet uit, joh. Het is maar een auto. Dat. Ja. Want je bent al vol. Dat is de boodschap, hè? Je bent al vol. Je hebt het niet meer nodig om die gaten te vullen. Je bent al vol door de bron. En die spullen zijn middelen. De vierde, dus wees flexibel, was de derde. De vierde is, als team van genade, deze is nog radicaler, is dat je risico's neemt. Want dat doen ze. Paulus zegt in Romeinen 16, hij prijst hen en hij zegt, doe de groet aan Prisca en Aquila, mijn medearbeiders Christus Jezus, ze hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Hè, dat is echt hun hals zo, zeg maar. Zodat hij eraf kan. Dat hebben ze voor mij gedaan, zegt Paulus. En ik ben hen zo dankbaar, en hij zegt niet alleen ik, maar ook alle gemeenten van de heidenen zijn er daar zo dankbaar voor. Dus blijkbaar was er een situatie geweest, die staat niet beschreven, maar we weten wel dat Paulus hele heftige dingen heeft ervaren in Efeze. Mensen die hem echt wilden lynchen. In Korinthe ook. Ik heb ook tegen wilde beesten gevochten. We weten niet precies wat hij allemaal heeft meegemaakt, maar wel hele heftige dingen. Zijn leven was voortdurend in gevaar. En blijkbaar was het genadeteam van Aquila en Priscilla, ze waren zo geraakt door genade, dat ze zeiden van, ja, zelfs ons leven behoort niet tot ons bezit. Paulus, ja, hoe ze het hadden gedaan, misschien hadden ze hem meegenomen, verstopt in hun eigen huis voor gevaar, met gevaar voor eigen leven, wat dan ook. Maar ze hadden in ieder geval echt hun leven op het spel gezet. Er zat echt het risico in dat ze zouden sterven. En dat is exact wat liefde doet. Liefde is een enorm risico. Genade, uit genade leven, maar vooral ook genade leven is een risico. Het is ook echt het risico om afgewezen te worden, om verkeerd begrepen te worden, om door het slijk gehaald te worden. Maar letterlijk bij hun was het zo'n risico dat ze echt hun leven op het spel zetten. Nou, wij lezen dat en zeggen, ja, nou, dat is wel bijzonder, maar denk het je even in. Je eigen leven. Ja, als je maar gezond bent, zeggen wij. Dat is het hoogste goed. Ja, maar moeten we het soms, misschien moet je het soms op het spel zetten voor Gods missie. Ik weet het, ingewikkelde dingen, maar genade is hiertoe in staat. Waarom? Omdat genade heeft niks meer te verliezen. Leven uit genade. Je hebt niks meer te verliezen. Dit is ook zo radicaal, maar het is ook zo bevrijdend. Want ook je succes, ook als je team bent, het gaat niet om succes. Dan heb je dus weer iets nodig. Maar we hebben niks meer te verliezen. Alleen maar te winnen. Paulus zegt ook, het leven is voor mij Christus, sterven is winst. Ik heb niks meer nodig hier, in die zin. Ja, ik heb hier neergezet, we hebben niks meer te verliezen, want ik heb mezelf al verloren in zijn liefde. Dit is de boodschap van Jezus. Hè? Als iemand, je kan alleen maar mijn discipel zijn. Er is maar één manier dat je echt je kruis opneemt, jezelf verloochent en mij navolgt. Dat betekent letterlijk je kruis opnemen, dat je bereid bent om je leven te geven. Ja, dus sterven, je leven afstaan, om daar vandaan het te vinden en de bron te vinden en echt tot leven te komen. Ja, dan is zelfs je leven niet tot je bezit. Ik besef, ik zeg dit zelf en ik zou niet weten wat ik zou doen, maar het is wel de boodschap van het evangelie. Een genadeteam neemt risico's omdat het van God is. En Paulus leeft als het ware met dit motto. Oké, het leven is voor mij Jezus, ik wil echt zijn leven door mij heen. En als ik sterf, dat is geen verlies, maar dat is winst, want dan ben ik bij Jezus. Want we hebben alles al in hem. Openbaring 19, vers 6, wil ik mee afsluiten. Deze conferentie ook, deze lezingen. Want het is radicaal. Het is ontzettend radicaal.
een leven in en uit genade. Maar het is het meer dan waard. Het is het meer dan waard. Johannes ziet en hoort iets. Openbaring 19, vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren. En een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven. Zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Lieve mensen, uit genade leven, genadeteam zijn, risico's nemen, flexibel zijn, loslaten, openstaan. Het is het meer dan waard. Wij komen straks binnen in die grote bruiloftzaal. En ja hoor, daar is die. Je buurman, waarvoor je je huis altijd hebt opengezet. Die altijd mocht meeeten of zijn verhaal kwijt kon. Daar zitten ze in de bruiloftzaal. Zie je ze zitten? Je kinderen. Ze proefden bij jullie zoveel liefde en echtheid dat het haast niet anders kon dat ze gewonnen werden voor Jezus. Daar zijn ze. Die prachtige kinderen en jongeren waar jullie zoveel tijd en energie in hebben gestoken. En ze knikken en ze fluisteren. Dankjewel. Daar ontmoet je dat meisje wat zo onzeker en beschadigd was. En die bij jullie altijd welkom was. Waardoor ze vol kon houden. En Jezus bleef volgen, ook al was het zo moeilijk. En je ziet haar stralen. En die jongen die tot geloof kwam in jullie jeugdgroep. Die vluchteling waar je je huis voor open hebt gesteld. Die vrouw uit je kerk die altijd met jullie mocht meerijden. Omdat ze anders niet durfde. En kijk daar eens, daar zit dat echtpaar. Waar je hebt bediend tijdens het huwelijksweekend. En oh, die man die je hebt geholpen met zijn verbouwing. Omdat je zag dat dit niet meer doorheen zag. Ze zijn er allemaal. En dan ineens wordt het stil in de zaal. De deur zwaait open. De trommels roffelen. En de trompetten klinken. Engelen stromen in masorde binnen. En tussen hen door loopt de bruidegom. De koning der koningen, de Heere der heren. Zijn schoonheid is adembenemend. Zijn aanwezigheid vult elke hoek van de ruimte. Totdat deze bijna lijkt te exploderen van heerlijkheid. In een oogwenk, voordat je het kan beseffen, valt iedereen op zijn knieën in aanbidding. Een diep ontzag, een diepe liefde, vrede, ongekende blijdschap vult je hele wezen tot het bijna niet uit te houden is. Je ligt op je knieën. Je kijkt naar je genademaatje die naast je ligt en je fluistert. Ik zei het toch, het was het meer dan waard. Ik wil jullie zegenen. Ik wil jullie zegenen aan het eind van dit weekend. Met de liefde van God en de diepe genade van onze Heer Jezus Christus, die hij ten volle heeft getoond aan het kruis van Golgotha. En met de leiding, de troost, de bemoediging, de hulp, de wijsheid, de onderwijzing van de Heilige Geest, die zij en die blijft met jullie allen tot in de bruiloftzaal. Amen.